vervolgens hey, bepaald hallo, vervelend te gaan. Zitten. Listen now. You're telling this police how I killed 22 kids in Manchester, Ariana Grande. Terug naar handhaven Stroos en Aniel op Amsterdam Centraal Station. Ze surveilleren over het hele stationsgebied en handhaven daar waar nodig. Op een bankje is een man een beetje ingedommeld. Slapen is verboden, maar tevens zijn je spullen zo gejat. Hallo. Hallo meneer. Hi, dag meneer. Dag. U was wel heel ver, hè? Ja, ik wacht voor mijn wife en mijn dochter. Oh, je dochter. En waar kom je van? Groningen, oké. Maar het is not allowed to sleep here. Het mag hier niet slapen. Het is verboden. Het is verboden, ja. Dus, en let okay. op je bagage. Is het wel van u? Ja, het is van ja. Is voor eten. Ja, is eten. Zo weg, hè. Zit er eten hierin? Ja. Bottle of milk, bottle of... Hoe laat komt die vrouw en uw dochter? Hoe laat heb je afgesproken? Mijn dochter is een police woman. Ja, nee, in Groningen. Ja, mooi. Maar hoe laat komt die vrouw? Ja. Hoe laat komt die vrouw? Hoe laat heb je afgesproken met die vrouw? They are making tower in Amsterdam. They come with take the train. Maar je weet niet hoe laat? Speak with me English, please. Oké, ik dacht dat u Nederlands zou leren. Nederlands. Je woont in Groningen. Is toch beter? We'll go to Groningen. Oh, you go to Groningen. Now we will take the train. For going to Groningen. Maar je praat wel een beetje Nederlands, een paar woordjes, hè? Huh? Praat wel een beetje Nederlands. Me? Yes. No. Ja, wel een klein beetje. Meisje. Beetje. Tot ziens. Ja, gaat heel goed. Alsjeblieft. Kijk zo, daar begint het. Mooi hoor. Hey, succes. Maar, zoals mijn collega zei, niet meer slapen, hè? Anders wordt je spullen gestolen. It's a long time. Dat is een long. Even verderop, twee dames die moeite hebben uit te checken. Ja, die moet je even wat groter maken. Ja? En nog iets groter, als zo groot mogelijk. Zo. Oh, hetzelfde. En als je het goed is, kan je hem hier nou... Oh, my god. Kijk eens. Oh ja. Al een beetje paniek. Nee, moet je niet doen, hè. Verderop gaat u uitchecken. Ja? Gaat u het pont uit. En dan stoppen daar de trams. En dan moet u daar tram 12, hè, naar de Vondelpark, hè. 12. Ja, 12. Oké. Ja? Vanavond. Tot ziens, hè. Doei. Wat doen we met de twee verdachte pakketjes? Twee verdachte pakketjes. Moeten we eventjes 00 bellen. Het is vakantietijd en de sfeer is gezellig op het station. Al vlak bij de taxistandplaats wordt het echter iets te gezellig. Een aantal heren zijn aardig beschonken en zitten te roken. Niet echt de bedoeling. Ja, is begrepen. Ik loop nu bij de Donner Company. Ik ga nu zo de hoek om. Ja, geluid rechts. Ja, kijk. De rook komt eruit. Middag. Hi, Dan. Hallo. Hallo, it's not allowed. Hallo. Your ID, please. That's your ID, please. That's your ID. I think I have a... Where you come from? ID card. Bulgaria. Okay? Your smoking is not allowed to smoke. Is it? Yeah, we didn't know where. Do you know why? We just came. Do you know why? Do you know some lads there? They smoking there. That's what I know. I see. They is not allowed to smoke here. Look. People sitting here, eating here. The people they smoking, the weed is smoking there as well. They smoking outside, not inside. No, here, I see them. Shut the fuck up. Okay. No snitch, man. Had deze gerookt? Een collega van mij die liep in Burger. Ik zag drie mensen zitten. Er waren alcohol aan het drinken. Nou, dat mag hier in het station. Roken mag niet. Frans controleert even de gegevens van de man. Vervolgens is het vervelend te gaan. Zitten. Listen now. You're telling this police how I killed 22 kids in Manchester, Ariana Grande. Fucking English game. Zeg het maar, double no. MI5. You can see the spook. Wat staat hier gesignaleerd? Nee. Oké, wat zei je het laatste, double no? Hallo. Just give attention here now. Hey, hallo. Oké. Yes? Yeah. Attention here. Yes? Oké, dat is begrepen. Oké, get your phone. Dat is dan af. We moeten even de boel ook even opruimen hier, hoor. Ja. Sir,
One bottle more. Het heeft helemaal... Ja. Ja. De man lijkt te begrijpen dat het even klaar is nu en werkt mee. Thank you. Is this your bag? Yes, yes. Okay, you want to just clean this up also, please? Yes? Look this here. Sure, you want to clean it up? Please, try all this. Yeah. Okay. Was je klaar met hem? They keep killing their own people. I did not kill the last two persons in London Bridge. They kill it. The English government kill it, brother. That's what happened. Tell them I fight. Fucking English gays. Fucking English gays. Keep killing your own people, you moron. Meneer heeft toch nog wel zin in een toegift. Frans, Aniel en politiecollega Joost willen dat hij vertrekt. De boete voor het roken bedraagt €95. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.